Yo gasten, Eend hier. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we solo showdown spelen. En ja, dat gaan we niet met Rico doen, maar misschien wel, want we kunnen elke brawler kiezen. Ja, we gaan gewoon eventjes uh, een brawler laten kiezen door het casino. Dat uh, heb ik nog nooit gedaan en ik dacht dat is wel grappig om te doen. Het is misschien wel zonde van het geld, maar als we winst maken, dan gaan we dat bedrag weggeven... Aan de kijkers in mijn Discord server. Er zijn een paar regels. Je hebt hier om het echt zo random mogelijk te maken. We gaan de roulette doen. Uh, en in de roulette zijn er natuurlijk maar 35 getallen. Dus we gaan ook nog eventjes blackjack doen. En dan bepalen we of we op rood of zwart moeten zetten. En uh, we gooien wel even een paar dobbelstenen. En met die dobbelstenen bepalen we dan op welke ja, tier we moeten zetten of zo. Of welke verdeling. Als we bijvoorbeeld uh, 6 gooien, dan moet die op power level. En ja, dan uh, gooien we bijvoorbeeld in de roulette 12. Dan moeten we M's. Um, zo gaat het. Nou, gooien we 10, dan moeten we Rico. Dat hoop ik niet. Maar dat kan zomaar gebeuren. We zetten hem wel weer eventjes op Moos Trophies. Want dat vind ik wel sexy uitzien. Die Rico 2000. Oké, okay, we zijn aangekomen bij de Blackjack. We hebben 10 euro erop staan. Ja, boeien. De, jullie maken mij nu echt uit voor een brokie of zo. Maar je moet natuurlijk gokken met geld wat je kan missen. We gaan hier niet 100 euro heen zetten voor een video. Want ja, hallo. We moeten ook nog natuurlijk winst maken. Um, ja, als we dit potje winnen, moeten we op rood zetten. Als we verliezen, moeten we op zwart zetten. En als het een gelijk spel wordt, push. Uh, dan moeten we hem um, op groen zetten. Dat doen we ook wel gewoon als de dealer uh, blackjack heeft. Want dan uh, groen, ja, dat is bijna gegarandeerd geld weggeven. Oké, okay. we beginnen wel gewoon even met een uh, 2-euro hand. Whatever, let's go. 9, 10. Oké, okay. dit is gewoon standaard. Het is oké, okay, maar als hij 10 heeft, hebben we gewoon verloren. Oh, oké, okay. nice. We hebben gewonnen. Dat betekent dat we nu op rood moeten inzetten. Ja, waarom zetten we eigenlijk op rood? Dat maakt helemaal niet uit voor de video. Maar we moeten natuurlijk wel een getal van 0 tot 35. Oké, okay, aangekomen bij de roulette. En ja, we mogen volgens mij van de overheid niet zeggen welk casino dit is. Oké, okay, dus het zal wel. Maar we hebben gewonnen, we moeten op rood zetten. Dus we zetten hier wel even 2 euro op rood. Spin, let's go. Het maakt niet heel erg uit of we winnen of verliezen voor de video. Maar het is natuurlijk leuk voor een portemonnee als we winnen. Nee, verliezen. Oké, okay. 31. Prima. Um, dus dan moeten we de 31ste knokker kiezen die zo meteen komt. Laten we even een dobbelsteen gooien. Huts, 7. Oké, okay. dan moeten we de, dit ding op 7 zetten. Dat is op mastery. En dan nummer 31. Oké, okay, dit zijn er 18, 27. Nummer 31 is Tara. Oké, okay, dan moeten we een potje spelen met Tara. Laten we dat even gaan doen. Laten we dat potje ook even gaan winnen, dat ze chill zijn. Uh, Tara is niet een van de goede knoors op deze map. Maar het kan er wel mee door, om eerlijk te zijn. Oké, okay, we hebben natuurlijk uh, ja, niet de beste knokker. Maar we gaan gewoon even kijken of we er het beste van kunnen maken. Uh, ik heb de hartjespin wel aan, dus we kunnen misschien even gaan teamen. Maar het kan ook leuk zijn om dit zonder te teamen te doen. We gaan even kijken hoe we dit uh, uit kunnen spelen. Oké, okay, Griff. Hoi. Uh, we kunnen wel even spinnen. Want het is gewoon niet verstandig om aan het begin van de game... Uh, bro. Het is niet verstandig om aan, de be aan het begin van de game uh, meteen met mensen te gaan vechten. We kunnen hier wel wat hits doen op die Lily. Uh, maar we moeten ook oppassen dat we niet in, uh, ja, in gevecht komen met die mensen... Laat ik even deze dingen gooien. Oh ja, eh, ik weet niet zeker of dit een Windtrader-pin is of niet. Ik vind het gewoon een mooie pin. We zijn niet van plan om hier te windtraden. Windtrader is trouwens ook dood sinds de update. Dus maak je maar geen zorgen. Laten we even met deze Griff superfarmen. Dat zal wel chill zijn. Um, want Tara's super is natuurlijk heel erg belangrijk voor Showdown. Um, ik weet niet of hij daar blij mee is trouwens. Uh, hij mag ook op mij schieten als je wil. Doe, dat, doe maar hoor. Nou, nah, hij doet het niet. Prima. Laten we wel gewoon geen Superfarm anders. Want Griff super is ook heel erg goed voor backstabben. Uh, Oké, okay, Leon. Uh, en ik wil natuurlijk niet gebackstabbed worden door die Griff. Um, Oké, okay, die Edgar daar heeft zijn Hypercharge. Die is echt heel gevaarlijk. Laten we maar even naar hem spinnen. Um, Oké, okay, Shelly wil teamen. Ja, prima. Ik heb hier mijn super, dat is heel chill. Um, ja, laten we even deze pinnen gooien. Ja, prima. We gaan gewoon even scampen, want wat moeten we anders? Er zit hier een Edgar op ons. Uh, ja, een beetje dreigend te doen. Een beetje stoer te doen. Dat is natuurlijk niet helemaal wat we willen hebben. Oké, okay, daar is die Lily. Die Lily is heel gevaarlijk. Die moeten we echt even op afstand houden. Want als die Lily in het bosje gaat en die gaat dan op mij bijvoorbeeld, dan is dat. Is dat mijn griff teammate trouwens die daar rond uh, wandelt? Goed zo, Lily heeft daar super. Uh, even kijken of hier die Griff nog zit. Nee, oké, okay, dus dat. Oké, okay. zie je, de Lily heeft de Griff gebackstept. Dat was dus mijn teammate. Um, ja, laten we hier even campen. Even spinnen naar die Edgar. Als zelf mijn jump ben ik dood. Oh, trouwens, hij heeft wel een leuke pin. Uh, mijn heeft alleen wel een stuk meer ouder aan, want die, dat die zonnepin is. Ehm um, ja, we moeten zo even gaan vechten, maar. ja, Oké, okay, Lily. Lily voor goud. Oké, okay, die Edgar backstapt, maar hij faalt en dan jumpt erop. Oké, okay, hij is dood. Prima. Um, hij wil teamen met die Lily, maar ik hoef niet te teamen met die Lily eigenlijk. Ik vind Lily een beetje gevaarlijk. Knokker Edgar, killen maar. Oh, wat? Nee, Edgar schiet op mij. Oh, shit. Betekent dat ik het toolwit word voor deze mensen? En daar zit nog. Oké, okay, let's go, bro. Missen, super. Heerlijk. Um, ja. Die Lily gaat zo'n gadget inzetten als ik, als ik op hem ga. Uh, hoe heet het? Als ik op hem ga... Oké, okay, let's go. Dubbel Oh, fuck, fuck. Oh my god. No way. Uh, dat is jammer. Dat is erg jammer. We hadden zeker wel meer uit deze game kunnen halen. Maar vierde is niet heel erg. We krijgen in ieder geval plus trofeeën. Dus dat is leuk. Uh, beter dan verliezen natuurlijk. Laten we dan weer even gaan naar de blackjack. Oké, okay, we zijn er weer. En voordat uh, ik verder ga moet ik natuurlijk zeggen. Doe dit niet na. Want dat spreekt voor zich, want je gaat natuurlijk geld verliezen. Uh, dus dat is niet de bedoeling. En zeker als je onder de 18 bent, mag je dit natuurlijk niet doen. Nou, dan kan je dit ook niet doen, trouwens. Dus dat is goed, want de overheid is best goed beveiligd. Oké. Okay. Fuck. 15 tegen 10, dat is een hit. Bust. Oké, okay. 17 is oké. Okay. Moeten we standen. Maar als hij 20 heeft, hebben we verloren. Oké. Okay. Dat betekent dat we op zwart moeten inzetten nu. Oké, okay, we zijn weer bij de roulette. En ja, dus ik moet even echt goed erbij zetten. Doe dit nou niet. Want het is niet. Ik word zeker niet betaald door het casino. Ik moet dit van mijn eigen geld betalen. Uh, dus het is niet dat het een, een of andere gare promotie is. Maar ik dacht, dit is wel een of andere unieke challenge. Die heeft nog niemand op YouTube Nederland gedaan. Um, brawl Stars en gokken. Dat is weer een nieuwe manier om een random brawl te kiezen. Want ik heb natuurlijk vaker random brawler ratten gedaan. En ook met ChatGPT en zo. En ik dacht, dit is wel een grappig idee. Heb ik zelf ook nog wat lol. En daar hebben de kijkers nog wat aan. Als ik uh, winst maak, dan kan ik dat weggeven. Oké. Okay. Fuck! Nee, dit is niet best. Dit is niet best. 18. Um, dat is prima. Um, dan moeten we de 18e knokker kiezen. En 6. Oké. Okay. Dan moeten we hem hier weer selecteren op power level. En dan um, de 18e knokker. Let's go. Oh, wacht. Oké. Okay. 9. 18. Edgar. Edgar is prima. Uh, gaan we deze beeld gebruiken voor showdown? Het kan wel. Uh, maar misschien is het shield ook chill. Nou, nah, fuck it. Laten we dit inzetten. Kijken of we even een potje kunnen gaan winnen. Net was er een Edgar best wel hoog gekomen. Dus hopelijk kunnen wij dat ook. Edgar is alleen niet heel goed in. Uh, overleven als hij niet heel sterk is. Dus we moeten echt even heel agressief spelen, eigenlijk. En bijvoorbeeld een cold killen, zodat we wat krachtpunten krijgen. Er zit hier een kit, daar kunnen we op zich ook wel eventjes op springen. Er um, zit daar een Cordelius. Cordelius is gevaarlijk, want hij kan mij um, muten met zijn gadget, zeg maar. Oké, okay, kit. Ik kom hier even bij jou dit pakken. Hopelijk vind je dat niet erg. Uh, we kunnen nu ook niet meer op kit jumpen. Hij heeft bijna zo super, dus dan zou hij op mij jumpen en dan wordt het gevaarlijk. Um, Oké, okay, twee krachtpunten. Het is dus niet heel goed. Cold. Cold, kom hier! Let's go! Oké, okay. vier krachtpunten, dit is een heel goed begin. Oké, okay. en we teamen met de kit. Zal dit gewoon Carlos zijn? Zal die mij lastigvallen met seksueel afbeeldingen? Nee, grapje, grapje, grapje. Nee, nee, het zal hopelijk niet gewoon Carlos zijn, want anders word ik hier wel echt lastig gevallen. Oké, okay. Janet. Um, ik wil even weten wat voor gadgets uh, zij gebruikt. Um, als zij die jump gadget gebruikt, kunnen we alsnog wel killen, maar dan moeten we er echt lacking catchen, zeg maar. Uh, zoals nu. Boom, 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 boom. Let's go. Ze heeft haar gadget niet eens in kunnen zetten. En we hebben onze Hypercharge. Heerlijk. We hebben nog twee gadgets over. Laten we gewoon rustig gaan spelen. Die hoef ik denk nog niet in te zetten. We um, moeten wel oppassen voor Mo. Mo is een beetje vervelend. Daar kan ik niet zomaar op jumpen. Um, stuur kunnen we wel redelijk makkelijk killen. Laten we dat misschien zo proberen. Maar ik wil niet dat mijn kit teammate denkt dat ik echt um, niet loyaal ben. Uh, dat ben ik eigenlijk ook niet, maar Kit is een beetje een vervelende knokker om ruzie mee te hebben. Die stuur weet ook, uh, hij respecteert de Edgar wel, hij blijft een beetje op afstand. Want hij weet ook dat ik hem gewoon aan kan bakken, mocht ik dat willen. Uh, en mocht hij het een beetje verkeerd spelen... Oké, okay. ik moet echt oppassen voor die Cordelia's. Oh, daar zit daar iemand, wie is dat? Oké, okay, dat is een Lily. Die staat daar even... Hey, geef mij ook even zo'n cube, vriend. Dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, kunnen we die Kit hier zijn? Het kan wel op zich. Ja, yeah, fuck it. Hut, zeven krachtpunten voor papa. Um, en hun zijn aan het teamen, dus we moeten... Oké, okay, ze gaan daar een gevaarlijke actie doen. Ze gaan daar waarschijnlijk uh, vervelend doen. Die Cordelius, als hij met Mute op je landt, zal dat heel vervelend zijn. Um, Oké, okay, ja, dus precies dit. Precies dit. Fuck. Boom! Let's go! Oké, okay, derde. Dit kon zeker beter, maar we hadden gewoon echt heel veel ongeluk dat die Cordelius met zijn Mute op mij landde. En ik hem wel had moeten killen met mijn jump. Um, zonde, zonde. Maar derde is alweer beter dan wat we net hadden. Oké, okay, let's go. Design. We moeten even een keertje winnen. Kom op. We gaan even 2 euro weer inzetten. Als we hem gewoon blackjack halen zou het top zijn. Dan verdienen we... Oké, okay, prima. Dan verdienen we sowieso. Splitten? Nee, is niet echt heel erg uh, goed met 20. Dit winnen we toch. Oh my god. Bro krijgt 21. Fuck. We denken dat we weer op zwart moeten inzetten. Gok niet. Het kost je op de lange termijn geld. Boom. We moeten op rood inzetten. Want we hebben net weer verloren. Echt. Hoe verlies je met 20 tegen 5? Maar goed. Dat is natuurlijk weer rigged. Let's go. Nu moeten we eens een keer winnen. Oké, okay, we hebben een keer gewonnen. Maakt het uh, niet heel veel uh, minder erg, want we staan nog steeds min 4 euro op de hele video. Uh, welk nummer was het trouwens? Kan je dat nog ergens zien? Ik heb gewoon letterlijk niet gezien welk nummer het was. Oh, het was 8. Dat staat hier uh, boven in beeld. Prima, 8. En dan hier 7. Oké, okay, dus dan moeten we hem hier weer op 7 zetten. Dat is Mastery. Ja, en dan de achtste knokker. En dat is Mortis. Oké. Okay. Mortis in solo. Dat wordt leuk. Um, ja, wat gaan we hier gebruiken? Laten we het shield gebruiken. Damage is denk ik niet heel nodig hier. Oké. Okay. Dit gaat interessant worden. Um, hoe gaan we dit winnen? Ik weet het niet. We moeten even geluk hebben met de juiste matchups. Gewoon heel veel colts en alles. Uh, wat gaan we treffen qua enemies? Search Kid, Shelly, Shelly, Macy. Gale search. Oké. Okay. Alleen die melody en die RT's zijn nog wel oké. Okay. En die zijn ook best wel lastig voor Mortis. Nou, dat wordt leuk, jongens. Dat, dit is echt feest deze matchup voor Mortis. Bruh. Oké, okay. die melody gaat mij gelijk even pesten. Waarschijnlijk. Oh, nee. Oké, okay. gelukkig doet ze dat niet. Uh, oké, okay. mis ik daar een dash. Dat is niet optimaal. Maar goed, het zal wel. Hoi, Shelly. Laat mij met rust. Laat mij deze nog even snel pakken. Ja. Bro. Hm. Niet optimaal dit. Maar het kan erger. Op zich is dit... Oké, okay, Melody. Leave me alone! Oké. Okay. <laughs> ja, dit was ook wel te verwachten. Uh, ik zat echt te wachten op mijn long dash om te ontsnappen. Want als ik het met mijn korte dashje steed, haalde Melody gewoon mij gewoon natuurlijk in met haar super. Ja, dit is uh, niet een hele goede matchup voor Mortis. Min 7 trofeeën. Helaas, helaas. We zijn er weer. Casino gaat betalen. We gaan weer even 2 euro inzetten. Let's go. Boom. 10 tegen 10. Oké. Okay. Ja, bro. Hij gaat sowieso weer 10 hebben. Nee. 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 Wat? Dit is zo rigged. Dit kan toch niet. Dit kan toch niet. We moeten weer 2 euro op zwart zetten. Wat gaat het worden? Gaat het weer een verlies zijn? Zoals altijd in het casino. Uh, of niet? Nee, dat wordt het niet. 22. Oké. Okay. Nummer 22, dat is prima. En hoeveel? Weer 6. Wat? Is dit rigged of zo? 9. Nou, het zal wel. Dit is gewoon een random dobbelsteen simulator. We hadden in ieder geval 6. Dus we moeten hem weer op power level zetten. En wacht, is het power... Ja, power level en dan knokker 22. Dus dit is 18. Macy. Oké, Macy is leuk. Daar heb ik wel zin in. Ik heb een tijdje geen Macy gespeeld. Even kijken of we hier een win uh, uit kunnen halen. Of in ieder geval top 4. Dan krijgen we namelijk een starter op. En die wil ik ook wel hebben. Oké. Okay. Deze enemies zijn allemaal wel prima. Alleen die kids zijn een beetje vervelend voor Macy. Maar voor de rest uh, denk ik dat we minder problemen gaan ervaren dan met Moord is. Oké. Okay. Hoi, bus. Hij gaat daarvoor. Admit. Er staan ook maar twee krachten, Dat is niet helemaal optimaal voor hem. Uh, we kunnen wel even spinnen en een beetje zo schieten. Want ik wil graag mijn super krijgen. Oké, okay, hoi Mac. Ik wil best teamen met jou. Uh, Oké, okay. daar gaat die kid. Die kid kwam leuk doen. Hè? Hij, kwam, hij kwam daarvoor. Hij ging daarvoor om uh, mij... Oh, wat? Laat me met rust straks Die kid op mij... Hij ging ervoor om mij te killen, maar gelukkig liep ik op tijd weg. Dat is natuurlijk ook een beetje geluk. Uh, soms heb je niet geluk in het casino. Maar heb je wel geluk uh, met, uh, met de brawlers dat een kid jou niet kilt. Uh, hoi bro, we hoeven niet meer te schieten, we hebben onze schat. Oké, okay, let's go. Uh, even kijken waar die Kit nu uitspookt. Daar moeten we echt voor op de hoede zijn. Laat ik ook maar een beetje aan de onderkant van de map blijven, want Kit zit als het goed is boven. Hij zat daar in ieder geval. Oké, okay, daar gaan daar die bus waar op wie ik net aan het schieten was zit daar. Ik zat ook half met hem te spinnen, dus ik hoop niet dat hij mij wil Oh, daar gaat die Kit is echt on fire. Hij gaat echt, hij gaat ervoor. Laten we hier dit inzetten. Kit gaat dood. Die Mac is zo nutteloos. Waarom schoot hij niet op die Kit? Let's go, Dio. Kit. Dit gebeurt er dus als je fuckt met mij. Uh, willen we teamen met hem? Nee, nee, we gaan niet teamen met jou. Uh, wegwezen. Mooi. Doei, Pearl. Hopelijk gaat die bus die Pearl gewoon even killen. Dat zou optimaal zijn. Jou ja hoor, uh, hopelijk gaat die bus nu ook die andere bus killen. Zou ook chill zijn. Maar dat, ze zitten met elkaar te spinnen. Prima. Dit is de Mac die niet op die kit aan het schieten was. Fuck jou, bro. Um, die kunnen we op zich best wel killen, toch? Ja, 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 let's go, Mac. Hij gaat ervoor. Voor goud. Oké, okay, wacht. We moeten oppassen dat. Oké, okay, net let's go. Daar zit een Lily. Volgens mij. <laughs> Volgens mij is dat een. Ja, dat is een Lily. Oké. Okay. Die skins trippen me een beetje. Want het lijkt echt niet op een Lily. Maar het is echt een hele mooie skin. Um, die skin zou ik ook wel willen. Uh, we moeten oppassen dat die Lily niet op mij gaat schieten. Oké, okay, hij gaat voor die Carl. Um, en Lily gaat daar weer naar haar Shadow World. Hopelijk spant ze hier. Dood. Yes, sir. Nog twee cubes voor mij. En we hebben een hypercharge. Dit is goed, dit is goed. Uh, nog één iemand die moet dood. En dan hebben we onze star erop. En dat is wel een leuk. Oh, fuck. Bro, laat me met rust. Oké, okay, het was echt helemaal niet de bedoeling om voor die bus te gaan. Uh, maar die gaat daar dood, toch? Uh, die bus zat gewoon toevallig in het bosje. Ja, dat, is, uh, dat, dat kan gebeuren. Bro, oh, ik wou net super en gadget doen. En dan hadden we daar een hele mooie play kunnen maken. Het zit me niet mee. Het zit me niet mee. Bro, wat een doop die bus. Hij mist daar gewoon super. Maar het maakt niet uit. Want bus tegen Mac, hoor je gewoon te winnen. We zijn in ieder geval wel top 4 geworden. En dat is een start-up. Kom op. Ja, da daar doen we het niet voor. Maar goed, we gaan nog één keer naar het casino en dan zie ik jullie zo weer. Oké, okay, we zijn weer bij het casino en we gaan nu gewoon even voor goud. We hebben nog 6 euro, we moeten all or nothing. We gaan even 3 euro inzetten. Als we dit winnen, betekent dat we op 9 euro zitten. Dan moeten we met roulette nog eigenlijk even alles inzetten. En dan hebben we of winst of verlies met de video. Let's go. Boom, 7 tegen 5. Oh shit, het is een double down. Let's go. Oké, okay, 6 euro inzet. 18 is oké. Okay. Wat pak je? 17. Oh, let's go. 12 euro voor papa en we hebben gewonnen, dat betekent dat we op rood moeten zetten. En dat gaan we dan eens dus doen. 12 euro op rood. Uh, ja. Oké, okay, boys. We zijn aangekomen bij de roulette. We moeten 12 euro op rood zetten. Dat is onze hele balance. Dus of we lopen naar huis met 0 euro, of we lopen naar huis met 24 euro. En dan is het leuk gemaakt. Dan gaan we één Brawl pass weggeven aan een van jullie. En als we dat niet doen, ja, dat, dan niet. I guess. Oké, okay, let's go. Welk nummer wordt het? Please, Rood. Dat zou echt heel leuk zijn voor iedereen. Nee, 11. Nou, oh, per se 4. Oh, nou, ga ik echt racen, man. Wacht. Ik moet echt even afkoelen. Ik word helemaal. Ja, rip 12 euro. Kan gebeuren. Uh, dan moeten we de 11e knokker kiezen van. 12. Oké, okay, 12 is er niet. Er zijn, niet 12 er zijn geen 12 rijen. Uh, er waren 11, daarom heb ik maar 2 dubbelstenen. Omdat, ja, ik dacht, de kans dat het 12 wordt, is niet optimaal. 6, weer 6. Oké, okay, we doen het maar. Um, dan moeten we de elfde knokker van 6. Dat is dus hier power level. En de elfde knokker is Jackie. Oh my god, dat is ook niet een optimale knokker voor showdown. En dat is ook niet de allerleukste gameplay. Maar goed, we gaan ervoor. Ja, het is echt heel jammer dat, uh, dat we die roulette hebben verloren. Dus dit bewijst maar weer: doe het nou gewoon niet. Je hebt een. Grotere kans om te verliezen dan dat je hebt om te winnen. Um, in roulette lijkt het 50-50, zeg maar. Maar omdat er nog een, groene, een groen vakje bij zit, is het niet 50-50. Um, ja, oké, okay, let's go. We moeten dit even wel winnen om, goed, om het goed te maken. We hebben hier twee krachtpunten, dat is al lekker. Hij spint daar ook. Um, oké, okay, we hebben best wel wat in het midden, dat is heel chill. Die moeten we eigenlijk wel eventjes pakken. Laten we er twee pakken. En, en die, ja. Als we nog meer gingen pakken, gaat iedereen al maar schieten. En dit is op zich wel prima. Oh, wat doe je? Uh, ja, die killen we gewoon. Waarom niet? We teamden wel met hem. Die Gale heeft nu wel gezien dat ik eigenlijk wel een vieze backstabber ben. Uh, maar het maakt niet heel erg uit, I guess. Krijg maar je super als je wil. Ik wil ook wel mijn super namelijk. Bro, heet me nog één keer alsjeblieft. Boom. Oké, okay, perfect. Nu hebben we onze super. Hij heeft ook bijna zijn super. Ik wil niet dat hij mij gaat backstabben met zijn super. Oké, okay, prima. Alleen, hij kan me niet met één super cycle maar backstabben. dat is prima. Oh, Mr. P. Mr. P, kom hier bro. Yo, die is dood. Heerlijk. Dat is echt een leuke tegenstander om tegen te komen. Met Jackie natuurlijk. Search, niet al te stoer doen. Mijn guilt teammate gaat ervoor. Oké, okay, dat is lekker. Zes krachtpunten, dit is echt wel goed. Alleen, dit betekent wel. Dat we echt wel een target zijn voor iedereen. Um, ja. Oké, okay, laten we misschien even kijken of we die search hier kunnen pakken. En al pakken we hem niet, dan heb ik in ieder geval mijn super. Gil, als Gil mij, mij supert, zeg maar, op hem. Oké, okay, dit is leuk. Ja, die krachtpunt is voor jou, vriend. Die mag je wel hebben. Um, als die Gil mij. Uh... Op die search super, dan zou het echt een hele mooie teamplay zijn. Super in de Storm, bro. Kill die Leon. Ja, oké, okay, goed gedaan. Um, ja, oké, okay, hoi. Stop maar met op mij schieten. Daar word ik niet heel vrolijk van. Um, boom! Search dood. Boom! Oké, okay, dit is heel goed. Uh, die Gil pakt daar wel die krachtpunten, helaas. Maar die Gil en ik hebben nu echt wel uh, een goede band, denk ik. Dus dat vind ik wel prima. We kunnen hem ook gewoon hebben trouwens. Uh, nee, sorry, bro. Backstab je niet. Um, ja, ik backstab hem wel, maar hij had het door dat ik dat wou doen. Dus dan moet ik niet doorlopen, want straks zegt hij ze super en wordt het chaos. Volgens mij zit hier een Shelly. Uh, hier rechts waar ik op zit te aimen. Ja, hier kan ik niet echt even met Jackie. Maar als je naar mijn joystick kijkt, zie je het wel. Oké, okay, daar zit hij dus niet. Laten we hem één keer... Uh, ja Ik wil zeggen, laten we hem één keer hitten dan hebben we ons super. Waar zit die andere guy? Daar zit die Shelly. Oh, daar zit hij. Uh, Cordelius, chill out. Uh, Oké, okay, laten we even naar deze kant lopen. Nice, Cordillis is dood voordat hij überhaupt iets kon doen. Dit is top. Die Gil moet niet mij eerst gaan hebben Laten we gewoon hier voor die Shelly gaan. Boom, boom, boom. Oké, okay. we zijn tweede. Prima. Met Jackie tegen Gil wordt het heel erg lastig. Uh, tweede is echt wel een heel goed resultaat. Jammer van het geld, jongens. Dus doe het absoluut niet. Maar dit was best wel een grappige video om te maken. Willen jullie vaker dit soort content? Nou, ik ga niet vaker gokken, denk ik. Want het is een beetje zonde van mijn geld. Maar willen jullie vaker dit soort challenges? Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En ik zie jullie later basen.